Deze zijn vervangers dat we beginnen gebruiken meer en meer van Buxus. Waarvan dus de meeste mensen particulier totaal niet zien of dat ze nu een Buxus hebben staan of niet. En waar we dus heel veel problemen in de toekomst mee gaan vermijden, waaronder een andere die Buxusmot. Wel, de rup zelf, dat zie je heel gemakkelijk eigenlijk door in de Buxus te gaan kijken. Die maakt nogal soms wat spinnenwebbetjes. Dus aan de hand daarvan kun je zien of dat er rups in zit. Eens dat de rups is ontpopt tot een mot eigenlijk, ga je dus gaan hebben dat je op de Buxus echt nog zwaardere verraadschade gaat zien. Wij behandelen meestal op twee manieren. Wij sproeien met een product dat in de Buxus zelf trekt en met een insecticide. Dus hier waren we op tijd bij. Deze Buxus is er nog doorgekomen. Maar er zijn klanten die te laat naar ons komen of om hulp vragen. En dan is het gewoon uitsteken en een vervanger aanraden om in de toekomst zo te gaan vermijden.